Ik ben zelf ontzettend trots dat het Fonds Slachtofferhulp nu 25 jaar bestaat. En eerlijk gezegd had ik dat in de beginjaren niet gedacht. Maar ik zal u eerst eens even vertellen hoe ik met het onderwerp slachtofferhulp in contact ben gekomen. Ik ben namelijk in 1977 benoemd tot voorzitter van de Raad voor de Verkeersveiligheid. Het was een nieuw adviescollege van de Nederlandse regering. En wij werden geacht te adviseren over de hoofdlijnen van het te voeren verkeersveiligheidsbeleid. En ik herinner me nog heel levendig dat de minister zei bij de installatie: Raad, fungeer als waakhond en zorg dat dit onderwerp hoog op de politieke agenda blijft staan. Dat waren natuurlijk prachtige zinnen en voor een nieuw college een uitdaging en opdracht, de moeite waard. Maar achteraf was het best merkwaardig, zo'n zin. Want je sprak toen over 3000 verkeersdoden en 75.000 gewonden. En dan praat je in de 70e jaren van de vorige eeuw. Dus eigenlijk zou je zeggen, die getallen spreken toch voor zich. Daar heb je toch geen adviescollege voor nodig. Maar in de praktijk was dat wel zo, want het was een heel weerbarstige materie. En waarom? Ja, de verkeersdeelnemers die waren in vrijheid opgevoed. En die wilden absoluut hun vrijheid niet verliezen via verkeersveiligheidsmaatregelen. Dus er was altijd ruzie en eindeloze debatten over de meeste maatregelen. Ik denk nog aan de invoering van de maximumsnelheid op de autosnelweg. Nou, na 40 jaar is daar nog steeds een debat over. En ik denk aan de invoering van de autogordel. Nou, dat werd zelfs gezien als een inbreuk op de mensenrechten. Dus er was altijd gedoe. En ook op de adviezen van de Raad, er zat niemand op te wachten. Nog de verkeersdeelnemers, nog de ministers. Dus heel vaak vroeg ik me af, voor wie doe ik dit eigenlijk? Niet alleen ik vroeg me dat af, maar ook de overige raadsleden. En voor mij was de motivatie om in de tijd door te gaan de toevallige contacten die ik had met de gehandicapte sporters. Want daar mocht ik ervaren dat 65% van alle gehandicapte sporters toen zijn of haar handicap het gevolg was van een verkeersongeval. En niemand dacht of sprak er met vreugde over. Nou, zij vormden voor mij de drijfveer om met die strijd tegen de verkeersonveiligheid door te gaan. En ik ontdekte toen ook dat zij als verkeersslachtoffers totaal aan hun lot werden overgelaten. En toen ben ik in die begin 80e jaren de schijnwerper gezet op de positie van de verkeersslachtoffers. En ik had een Nationaal Verkeersveiligheidsfonds. Dat bestond ook om een beroep te doen op de samenleving voor de verkeersveiligheid. Daar ben ik ook geld gaan werven voor de verkeersslachtoffers. Want ze hadden het echt bijzonder moeilijk. Dan ben je daar zo mee bezig dat ik niet doorhad dat tegelijkertijd in Nederland toen ook in diezelfde periode aandacht werd gevraagd voor de slachtoffers van misdrijven. En dan praat je ongeveer over 1983, 84, 85. Er waren er 4 bureaus die waren opgericht afzonderlijk. Stichtingen waren dat, afzonderlijk van elkaar. En die hebben gezamenlijk gevormd een landelijke organisatie Slachtofferhulp. En zij hebben mij later gevraagd of ik mee wilde denken over de toekomst van slachtofferhulp en over het enorme financieringstekort. En dat was echt een geldgebrek. En toen hebben we het Fonds Slachtofferhulp opgericht met 3 partijen, landelijke organisatie Slachtofferhulp, de ANWB en het Nationaal Verkeersveiligheidsfonds. Nou, iedereen was reuze trots en de verwachtingen waren hoog gespannen. Nou, er kwam absoluut geen cent binnen. Slachtofferhulp werd gezien als een politieke grill. Het was er vroeger nooit geweest en waarom zou het nu dan ineens zo nodig zijn? Dus er werd gezegd, meneer Van Vollenhoven, ga maar naar de familie toe, naar de pastoor, naar de dominee of naar de huisarts, maar val ons er niet mee lastig. En zo hadden we een fonds, maar absoluut geen geld. En toen was de enige bron van inkomsten weg toen de concerten van de Gevleugelde Vrienden. 10 jaar lang, van 1989 tot 1999. Dus 10 jaar lang is echt heel lang en heel pijnlijk tegenover het bestuur. Want je moest eigenlijk niks anders dan vergezellen de voorzitter die zo nodig piano moest spelen. En in 1999 kwam toen voor het eerst het bedrijfsleven ondersteunen. Dat waren de founding members. Daarna kwamen de donateurs. En de vriendenloterij is later gekomen. En zo is het fonds gegroeid van, nou, in die tijd 120.000, 150.000 gulden per jaar. Nu naar zo'n 5 miljoen euro. Maar u begrijpt, we zitten in zwaar weer. En ik verheug me natuurlijk op een toekomst bij dat fonds. Dat dat fonds nog verder mag groeien. En als u zegt, wat wil je met dat fonds doen? Nou, ik wil kijken in de toekomst, waar gaat de slachtofferhulp naartoe? En ik wil projecten initiëren die er nog niet zijn. En ik wil projecten financieel steunen die er wel zijn, maar die het moeilijk hebben. Ik kan natuurlijk nooit alles blijven steunen, structureel. Dus wij zijn een
echt een fonds wat in het begin kan steunen, maar later, als het structureel is, moet iemand anders het overnemen. En dat fonds is 100% particulier, dat zijn we altijd geweest. En ik vind het goed, je moet niet altijd kijken bij dit soort zorgen naar de overheid. Ik vind dat je ook een beroep moet doen op de samenleving. Want als je dan kritiek hebt op de overheid, als je het niet eens bent zoals de slachtofferhulp, hoe daarmee wordt omgesprongen, dan mag je wel kritiek hebben, maar dan is het ook goed dat je iets zelf doet. En dat doen we met het fonds. Ik verheug me nog op de toekomst en ik hoop oprecht op uw steun te mogen blijven rekenen.